Gelukkig heeft jouw partij D66 de juiste man gevonden. Rob Jetten. Ik heb meteen één ding beslist. Nou? Ik ben weg bij D66. Echt waar? Ik ga niet met een aangeklede etalagepopje zo, dat is, die als een robot dat, lult. Ja, Harry Potter is dit, toch of niet? Dat is het debiele broertje van Pechtold. Dat is niet te geloven, zeg. Robbie! Ja. Robbie! Nee. Hey, maar wat hebben ze nou toch aan hem? Dit is het domste wat ze hebben kunnen doen. Dat is weer het protegeetje of zo van Pechtold. Ja. Nou, ik ben blij dat Pechtold in Meppel neukt, want dat is geen nog rare verhalen. Maar het is hetzelfde als Twan Huizenpet die alleen Late Night zet en dan wil je er gewoon vanaf. Ja. En hun willen gewoon van D66 af. Ja. Ja, ze willen gewoon klaar, ze zijn er klaar mee. Nee, maar hij zat van de week bij Pauw en op een gegeven moment zei Jeroen Pauw ook van... Ja. Heb jij de indruk dat je antwoord geeft op mijn vragen eigenlijk? Hij gaf geen enkel antwoord, want hij bleef maar herhalen. Ja, en van de week heb je dat gezien met Frits Wester? Jan Groengelul. Wat? Ja, Jan Groengelul. Ja, Frits Wester, die probeert een poging. Maar hij denkt, en ik vind het gek, want hij komt uit Nijmegen. Dat noemen ze dan Havana aan de Waal. Dat is een hele linkse stad en allemaal strijdbaar in de gemeenteraad. En dan komt zo'n Pias, die komt eruit voort. Ja, en die staat dan met Frits Wester. En Frits doet een verwoede poging om hem tot een paar antwoorden te verleiden. Dat gaat zo. U hebt vanavond voor het eerst naar het coalitieberaad en meteen over de dividendbelasting. Nu liggen er wat voorstellen op tafel waarbij het geld allemaal naar het bedrijfsleven gaat. Is dat ook uw voorkeur? Ik vind het allereerst verstandig dat het kabinet heeft besloten om de afschaffing van de dividendbelasting te heroverwegen. We gaan kijken welke voorstellen het kabinet doet om dat geld in te zetten. Maar je zou kunnen zeggen, nou, deel naar het bedrijfsleven, maar misschien ook iets naar de publieke sector. Ja, ik denk dat het verstandig is dat het kabinet heeft besloten om de afschaffing van de dividendbelasting te heroverwegen. We gaan met het kabinet kijken welke voorstellen zij doen om dat geld nu in te zetten. Maar zou ik niet wat geld aan de publieke sector willen geven, ook voor het draagvlak in de samenleving? Ja, ten eerste denk ik dat het heel verstandig is dat het kabinet heeft besloten om de dividendbelasting, de afschaffing daarvan, te heroverwegen. En we gaan nu eerst kijken welke voorstellen het kabinet doet voor de inzet van die middelen. Dit is toch... Nee, maar dit kan niet. Echt niet. Ik hoor daar een mevrouw zeggen. Dit wat is erg. Erg. Wat erg. Ja. Dit kan erg echt niet. Dit nee. Kan, dat is... Ja, dat is toch niet goed? Maar we maken wel eens grapjes over voetbaljournalisten. Ja, die en dat mogen, op zijn die, nou, dat af en toe best terecht, maar die mogen dan bij Koeman één vraagje stellen. Ja, en die moeten vandaag in een mixzone achter een hek mag je roepen... Ronaldo, mag ik wat vragen? Weet je wel, en ik heb daar nooit aan meegedaan. Want ik vind, als je een bepaalde leeftijd hebt, valt dood Ronaldo. Ja, ja. Nou, en je zal ook nog eens voor een krant werken. Dan ben je helemaal de lul. Ja, maar die mensen in de politiek... Wacht even, hij moet even roepen dat het een kutkrant was. En anders niks. Gewoon kut. Ja, mag het door. Maar die mensen in de politiek, die journalisten... die kijken helemaal met de der neer op die sportjournalisten. Ja. En die zie ik alleen maar met een microfoontje door gangen... achter mensen aanrennen. Ja. En die zeggen dan iets onbenulligs. En Frits Wester, die had moeten zeggen... Hey, zal ik jou eens een geweldige draai om je oren geven, snotneus? Ja. Ik ben hier al sinds jaar en dag een toonaangevend journalist... en als ik jou een vraag stel, dan heb je wat te antwoorden... anders stel ik jou nooit meer een vraag. Nee. Maar dat doen ze ook niet. Die gaan morgen weer staan te hengelen. Maar hoe kom je tot deze man? Hoe kan dat? Nou, het is onbegrijpelijk. Het is de domste beslissing die D66 heeft kunnen nemen. Want heb je enig verstand van mensen... dan zeg je nou, met deze jongen komen we geen meter verder. Jij zegt bij deze dus... Ja, ik ga nou niet meer op ze stemmen. Nee? Waar ga je nu naartoe? Want je hebt ik overweeg dat. Ik vind het allereerst heel belangrijk dat de coalitie tot deze beslissing gekomen is. Ja. En, ja. Ik overweeg nu... Je wilt graag weten wat de voorstellen gaan worden voor de dividendbelasting. Ja. Die hoor je graag. Ja, zoiets, maar het is best moeilijk, hoor. Ja? Ja, er zijn partijen, daar wil je niet bij horen. Daar ben je het wel eens af en toe een beetje mee eens. Maar nee, Baudet of zo, bedoel? Nou, als Baudet nou tweede man was en die oude advocaat... Hiddema, dat had je als eerste willen zien. Hiddema. Maar dan moet Hiddema langs zo'n zwembad naakt gaan liggen. Dat wil toch niemand zien? Nee, maar Baudet moet dat ook niet doen. Nee. Kijk, dat vind ik nou het grote nadeel aan Baudet. Die is meer met Baudet bezig dan met die hele partijpolitiek. Ja, absoluut. Kijk, Baudet. Stil leven. Het gaat allemaal nergens over dit. We hebben het over politiek. Je vergeet dat het over politiek gaat. Ik hoorde nog wat. Oh. Dat onze minister-president... die zou een homoseksuele relatie hebben met een verslaggever. Erik Mouthaan. Die had zelf op Twitter gezet... dat hij geen relatie met de minister-president had. Nee, maar dan denk ik... jongens, waar maken we ons druk om? Ik vind dat
dat soort berichten in de media vind ik zo'n lulkoek. Ik had altijd gehoopt dat onze minister-president aan een hockeytrutje bleef hangen. Ja. Maar nu wordt het waarschijnlijk een strafcorner-specialist. Dat zou me een zorg zijn. Maar, maar wat maken we ons druk om? Dat moet hij toch weten? Maar jij hebt hier een keer in deze uitzending gezegd dat je eigenlijk geen minister-president kan zijn als je niet een keer van Bill bent gegaan. Dat ja, maar dat mag voor mij ook met een vent, hoor. Oké, maar dat moet... Nee, maar hij kwam altijd als seksloos over. En ik weet niet, als je seksloos bent, of je dan zoveel levenservaring hebt om over dividendbelasting een beslissing te nemen. Zo is het ook weer. En hij heeft wat ongelukkig momenten, de dividendbelasting. En van de week zag je Merkel, dat ging ook niet helemaal goed. Didn't see you for a long time. No. Only September. No, I mean the photo lekker. Maar dan kan hij heel goed mee opschieten, hè? Ja. Daar is hij goed mee met Merkel. Ja. Ja. Oedipus complex kan ook nog natuurlijk, dat weet je niet. Ja, maar het zei toch, die Robbie, dat wordt toch een... Ja, dat is een hoogtijdagen voor ons. Rob Jette. Ja, Rob Jette. Ja. Heb je gisteren die Kanye West zitten bij die Trump? Bij die Trump, ja, zo. Is ook helemaal gek geworden. Ja. Helemaal de weg. Hè. Maar 84% van de dames van het stemvolk vinden hem fantastisch, hè? 84% van de vrouwen in Amerika die stemmen op Trump, die zijn allemaal gek op Trump. Ja. Weet je wel, de man die grabbed hem bij de poesie, dat soort dingen allemaal roept. Ja, storm je ja, hoe slecht kan je smaak zijn? Ja. Wilt u nog meer van deze kostelijke video's zien? Dan kunt u zich abonneren op het YouTube-kanaal van Tronica Insight.